Timothy Herman kon zich kwalificeren via de Europese ranglijst voor het speerwerpen. En probeert zich hier te plaatsen voor de finale. De achtvoudige Belgische kampioen met zijn eerste worp uit de kwalificaties. Uitvallend zoals Pitke Mackie destijds. En het is een goede worp voorbij de 75 meter. Dit jaar 75-28 geworpen. Nee, 78-34, sorry. In Hengelo was het nog beter dan op de Belgische kampioenschappen. Maar dit is een behoorlijke eerste worp voor Herman. 77 meter 20. Hij staat voorlopig op een achtste plaats. Kans op een finale dus. Al moet er nog wel twee keer geworpen worden door alle concurrenten. Heel goed nieuws voor onze speerwerper Timothy Herman. Hij is 11e geworden in de kwalificatie. Daar staat het. Nee, uiteindelijk een 12e plaats nog geworden. Maar dat is voldoende. Herman naar de finale van het speerwerpen. Timothy Proficiat, opdracht volbracht denk ik, hè, als je in de finale zit in het speerwerpen. Ja, dankjewel. Ja, ik heb alles gedaan wat ik kon in die eerste poging. Ik heb net de 12e plaats bereikt, dus ik ben echt super tevreden. Een beetje emotioneel, maar ja, dat is normaal. Ja, dat is normaal en je voelde meteen dat het een hele goede worp was. Ja, ik had iets meer verwacht. Ik had hem echt goed geraakt. De techniek zat goed, maar ik had de speer eigenlijk niet echt geraakt. En ja, dat ziet je dan pas eigenlijk daarna. Dus de emotie komt, dan denk je van ja, het is een hooi. Maar het was ook niet slecht, maar ik had iets meer verwacht. Wat betekent het voor jou om nu op zijn Europees kampioenschap in de finale te staan? Ja, eigenlijk is het een mooi verhaal voor ons, voor als familie. Mijn grootvader heeft 68 jaar geleden ook het Europees kampioenschap meegedaan, de finale. Bij de 1500 meter en de 5000 meter, dus voor ons familie is dat wel, de cirkel is rond zo gezegd. Of we kunnen nog verder bouwen natuurlijk. Wat maak je in de finale? Ja, ik ben echt super blij dat ik in de finale sta, dus ik ga alles geven wat ik kan. En dan zien we wel waar we uitkomen. Hè. Alles is mogelijk. Hè. Absoluut. Geniet ervan en proficiat met dat prachtige familieverhaal. Dankjewel. Arriving this morning, some with their javelins, some... Hier is hij. Herman, de nationale kampioen, die bijzonder blij is en fier, en dat mag hij zijn, van hier in de finale te staan. Bij al die grote mannen staat hij eindelijk. 8 nationale titels. En hij gaat eraan beginnen. Zijn persoonlijk record 80 meter 48. Twaalfde in de kwalificaties er net bij. En nu, ja, dat is toch wel een moment om te koesteren. Een vol Olympiastadion dat voor hem nu de handen op elkaar zet voor de eerste worp van de Belg. Uitvallend, maar geen goede worp. Strand onder de 75 meter. Ja, hij gaat er maar, drie kansen krijgen hoor. Om bij top 8 te zijn.
niet tevreden. 74 meter 84. Steunverband voor de rug. Timothy, je bent de nummer 10 van Europa in de speerwerp. Hoe voelt dat? Ja, ik ben super blij. Juist beter van mijn afstand. Ik heb gezien dat de 8e plaats was ongeveer even ver leek mijn worpen op de kwalificatie. En, 77 meter 10, ja. Ja, ik had 77 meter 20. Dus we zeggen wel spijt dat ik die worp niet opnieuw kunnen doen, dan had ik de beste 8 van Europa natuurlijk geweest. Hè. Dus een klein beetje teleurgesteld. Heb je ervan genoten van hier in de finale te staan in München, in het fantastische stadion? Ja, tuurlijk. Duitsland, twee Duitse speerwerpers in de finale, is echt super. Heb je aan jouw grootvader moeten denken, want die heeft dat ook meegemaakt, zoiets? Ja, het zat een beetje in mijn hoofd toen ik zei dat 77 meter genoeg was. Dan dacht ik van ja, misschien is zo die 6e plaats, die evenaring in de familie nog mogelijk, maar helaas is het niet gelukt. Hij blijft de strafste, opa. Ja, we lopen wel.